Hallo allemaal. Vandaag gaan we boerin tekenen. Ja, dat is van de week dag van de boerin. Laten we eens een boerin tekenen. Hoe ziet nou een boerin eruit? Tegenwoordig herken je boerin bijna niet meer, maar vroeger, ja, of als comic, ja, had je toch een bepaald beeld van een boerin. En laten we dat beeld eens tekenen. Doe je mee? Ja, hoe teken je nou een boerin? We gaan gewoon een boerin tekenen. Hoe ziet een boerin eruit? Nou, in ieder geval, tenminste, hoe ziet een boerin eruit? Je kan natuurlijk allerlei verschillende boerinnen hebben. Maar ik begin gewoon eerst met een boerenmutsje. En dat is natuurlijk heel stereotype-achtig boerinnetje dan, wordt het. Maar goed. Je moet iets tekenen of ergens beginnen. Zo. Zo, ja. Het is toch niet zo heel makkelijk hoor, zo'n boerinnetje tekenen. Ja, natuurlijk heeft ze er haar wat onder die muts vandaan komt. Heeft ze, ja, een soort van schortje natuurlijk, of een touwtjes. Ja, en dan zo. En natuurlijk heeft ze hier een mandje vast of zo. Een mooie rieten mand van. Je ziet het, ze past er weer niet helemaal op. Mijn papier stopt hier, maar nou, dit is een rok. Met de andere kleuren, verschillende kleuren, zo. Mijn hand in de zij. Nou, ik vind dit een aardige boerin zo. Ja, dat kan natuurlijk allerlei soorten boerinnen verzinnen. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag. En dan zie ik jullie morgen weer in de volgende video. Tot morgen.